Ik sta hier midden in Den Haag, op het oudste stukje van Den Haag, naast de Grote Kerk. En we hebben hier in onze opgravingsputten de begraafplaatsen die bij de Grote Kerk horen opgegraven. We weten uit historische bronnen dat Den Haag hier ergens is ontstaan. Hè? Maar met dit gravende onderzoek kunnen we dat beeld echt inkleuren. En dan weten we veel meer dingen die we uit de geschreven bronnen nooit zullen achterhalen. Het leuke is dat we echt midden op het kerkhof staan hier eigenlijk. We zitten hier redelijk dicht tegen de kerk aan en we zien in die put achter ons dat er heel veel skeletten op elkaar liggen. Dus we hebben hier nu al 8 lagen skeletten en we gaan nog door. We denken dus dat de vroegste graven 13e eeuw zijn. De laatste zijn in de 17e eeuw in de grond gestopt. Ja, dus zoals je in deze put ook al kan zien, binnenstadsonderzoek is nooit makkelijk. Je moet altijd tussen allerlei bestaande leidingen en kabels doorgraven. Je hebt te maken met wegomleidingen en vaak ook andere uitvoerders die hun werk moeten doen. Dus het is heel complex, maar daardoor wel heel leuk altijd. Een belangrijk aspect van de stadsarcheologie is de communicatie met het publiek. Hè? Ze staan vaak gelijk al aan de hekken. Dus het moment dat jij de geschiedenis van Den Haag aan het opgraven bent, kan je het eigenlijk gelijk vertellen aan de burgers die het opzuigen. En het heel erg interessant vinden altijd. Wat ik nou zo geweldig vind aan het werk wat ik hier doe, hè, in Den Haag, is dat je echt de tijd krijgt om die stad te leren kennen. Dus omdat je telkens in hetzelfde hoekje van Nederland graaft, leer je alles tot op je duimpje kennen. Je weet precies wat waar ligt. Nou, daarom doe ik dit werk.